Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct terugtreed als wethouder van Roermond. Ik denk als Ijverrol deze provincie, Nederland, deze stad Roermond, waar we nu stonden, maar deze provincie in de greep heeft gehouden, ja, dan is het natuurlijk het verhaal van Rij. Het is geen vertelling van wie het is of wie het zal zien geweest. Het is een hot item natuurlijk. We zijn begonnen met Jos van Rij, maar het is het verhaal ontstegen. Het is echt een opera geworden. Dit is het concept. En nu loesteren wie het zich ontvalt. Dat je door een bos rent, in het duister. Een bos dat je niet kent en het paard dat zit je kwiet. En achterug, daar huilen de wolven steeds duner en duner bij. Auw! En je moet rennen voor je leven totdat je erbij neervalt, want dan schiepen die beest terug. We hem rustig door het leven sjokken, kind voor iedere stap die er zit rustig om zich herkieken. Maar we hebben hem opgejaagd, die moet blind zien voor het neerplan. En dan is de kleinste boomwortel die ook maar een beetje uit de grond steekt al nergens genoeg om dicht te laten struikelen. In mijn geval wordt de boomwortel één telefoontje. Eén simpel telefoontje met mijn beste kameraad. Ah, Ricardo, zeg ik. Dat wordt alles. Ja, en misschien nog. Doe kunstig in die handjes, vrieve Ricardo. Ja, zo gaat. Ik ga je natuurlijk moeten zeggen. In Remun loop je die huun met de kunnen over de groen. En geen woord meer. Maar wie zich vullen dat die statiesoldaten alles kosten horen wat ik door dat ding zag. Door één telefoontje. Zo wie ik door hongerde geveurd heb. Zo wie hongerde luider hongerde veuren. Zo wie iedereen. Ook hier, hè? Als ze betaald werd door de stad om het te vinden dat meurt, dan ruik ze al gauw het. Ach, Ricardo weet er inmiddels alles van, de arme. Vlief in die hand, Ricardo, straks liet in ketting loon. Om doet ook niet zo starno. De vragen nemen we door. Nooit of toch proberen, mijn hart dat gij te keer. Het is waar, ik wil het verre. Is dit de goeie manier of niet? Is dit
Was ons met name bedoeld om te zien dat ja, de emoties die je altijd verstopt zien in opera, dat die van alle tieren zien. En ik denk dat dat niet op een betere manier uit te beelden is dan door dat te verwikkelen in een actueel verhaal. Ja, en dan ga je ze nooit denken, wat moet dan het actuele verhaal zien? Het doel van ons was om opera nooit nieuw te brengen. Om lui te laten zien van opera is niet zo, zo spannend als wat de lui denken. En vroeger worden die verhalen ook van die tijd. Dus het is logisch voor ons om die opera in deze tijd te plaatsen. En dan denk je van ja, over wie moeten we dat dan doen? Ja, met wie gebeurt gaat. De geest niet gaat doen over immers met een saai verhaal. Ja, dan komt ze al snel uit bij Jos van Rij. En omdat, dat voel ik wel in mij, het natuurlijk een zaak is waarin emoties een grote rol spelen. Niet in de laatste plaats omdat Van Rij die zelf publiekelijk op televisie ook uitdrukt. En voor mij als boetestonder is opera toch bij uitstek de kunstvorm van de uitvergroeide emotie. Was het in een roman of in een toneelstuk duk, doen dat bij de werkelijkheid. Dus een opera altijd groeit en in ene aria gaat het ook van heen en door. Dus ik vind het wel bij de zaak Van Rij passen. Ook omdat het speelt een verrood, een wraak, dat is voor mij het grootste thema. En ook een beetje een beleefde en alles wat ermee te maken heeft. Hier staat weer eens een column van Emestemmig Neerkind. Maar er wel een mening over me geeft. Nou, die geeft in de map van Dutta. Weer een extra afgesneden perdenkop laten bezorgen, dus. Heb je voor een grapje, leeflu? Kind je niet meer tegen een grapje? Of vind je dat sowieso kinderrechtig, hè? Dit hier, dat met die kranten? Nou, er zijn wel eens momenten dat zelfs Dremig wel eens vroeg waarom ik dit nog allemaal doe, hè? Ja, niet alleen dat met die kranten, maar alles. En dan zeg ik drie loester, die willen mij kapot maken. En ze tellen erop dat ik niet terugveg, hè? Nee, omdat ik aad ben geworden, of bang ben, of ongelijk heb. Maar drie, ik heb gelijk. En als ze gelijk hebt, moet ze gelijk krijgen. En als ze het toch niet geven, dan moet ze het toch halen, drie. Ja, soms denk ik wel eens dat zelfs drie twijfelt. Ja. Of er niet toch het in die aantijgingen zit, hè? Of ik niet toch vooral aan mijn eigen portemonnee gedacht heb. In plaats van die van aan de stad, hè? Maar, ik vergeef het hem. Maar hij heeft de blik in die oog van de people van de Rijksrecherche niet gezien. Ik wel. Maar, die vielen bij mij binnen, die hielden mijn kinderen vast. En de boef met de meeste strepen op zijn shower, die komen recht voor mij staan. En weet je wat ik in zijn oog zag? Plezier. De man had plezier aan wie er mij zag liegen. De steiter! Ziet je hem? De van de Rijksrecherche, hè? De met het haar en dat beroemde kepke, maar de meent zich in het dieke. De meent zich in het dieke, maar. Zit je een eten? Van mijn leid? Jos van Rij, het is voorbij, het geit los, oh. Dag en nacht opgevangen, maar ik wet nog. Lest ik straks met die club een mafioso. Strippen zet in een cel op de moor. Lest ik straks met die club een mafioso.
strip gezet in een cel op de moor. Jos van Rij, wij de tij zal nu kieren. Het is geen spelke, geen kleine reprimande. Wil ik wakker voor de traditie veranderen? Wil ik niet, want ik mis geen gevoel. Wil ik niet, want ik mis geen gevoel. Jos van Rij, de tij zal kieren. Het is geen spelke. Geweldig achter de traditie belanden. Jos van Rij, het is voorbij, het geen loonstoel. Ga geen dag op je vak, maar ik wed moe. Die bewies! Ik raak ze met die club mafioso. Stripjes zet in een cel op de moor. Des ik raak ze met die club mafioso. Stripjes zet in een cel op de moor. Als ze strak is en de lik zit, loopt op dat met ruige pikkets. Tussen mannen van die stoeren, die gevoorlijk voor de gloeren. Heb ze niks aan al die dure panden, niks aan faam, niks aan contanten. Niks aan contanten, niks aan contanten. En in plaats van Sandro Pino, onderdoos ik voor de Pleto. Witse waard voor iedere man geld. Als de zijt die goede hand velt, moet ik niet, want in het gevangtel. Net tot alles wat maar kan wel, en net nooit meer een de krandel. Is de mijne schrolle troes, Jos van Rijn. Het tij zal dieren, Jos van Rijn. Het is geen spelke, Jos van Rijn. De wilde achter, Jos van Rijn. De traditie verlanden. Jos van Rijn, het is voorbij, het geen loonskool. De dag en nacht opgevangen, maar ik ben nul. En is ik slak ze met die kleppe mafioso. Stripgezet in een cel op de moor. Het is die slakse met die club mafioso. Stripgezet in een cel op de moor. Vlieg om hunne pot, Jan Bori. Vader glorie voor de vet. Vlieg om hunne pot, Jan Bori. Vader glorie voor de vet. Vader glorie voor de vet. Wat Ries in een kamerke, in dit geval achter mijn laptop met mp3'tjes op de uurkens. En Zuzetan, of de huur, zit dan live uitgevoerd. Ja, dat kreeg dan drie extra lonen. Het geeft leven, en dan merk je dan pas of de tekst, als je hem uitspreekt of je hem zingt, of er dan ook werk. En of die regels achter elkaar altijd werken. En dat is een geruststelling als dat zo is. Nu heb ik, ja, ik had er een versproken met je, net zwel, dat. Dit blijft erin, ja, ja, ja. Vlak voor het einde. De doorwolven aangevreten, mijn toes veel sinds de dag niet. Dat is dan op sinds. Niet meer. Ja, ik snap dat het hoog in, wie hoog ook lastiger is om het ja. Te maken. Maar ja, dat is... Ja. Overigens, dit pot Jan Dori, dit is helemaal te gek, hè. Pot Jan Dori. Ja. Werkelijk, ik hield al op, zo gauw hij zijn mond opduit op het toneel. Want dat leg ik hem in de mond. En dat is niet gebaseerd op werkelijkheid. Dat is fantasie. Maar die fantasie is wel gebaseerd op alle inspiratie die hij mij gegeven heeft. De keren dat ik hem ontmoet heb. Maar de keren ook dat ik hem op televisie heb gezien. Het boek wat ik gelezen heb.
En toch, die eigen verhaal was erbij. Max, ik bedoel, iedereen stelt zich voor wie dat hier gegaan is en wat er wel van woord is en wat er niet van woord is. Ja, dat is natuurlijk voor een deel na te vingerwerk. Weet je, wat al die offers, hè, en dat zwijt en die 80-oerige werkwijk voor een habbekrats, hè. Ja, voor een habbe, wat dat allemaal nog te meute werd maken, hè. De stoel, lief, lief. De wethaarzetel van mij. Die is zo heerlijk, zeg. Oh, die is zo verrukkelijk. Hè. Ja, ik ben geen grote etter en geen grote drinker, maar voor de stoel. Kunt je me dag en nacht wakker maken? Huh. Soms, hè, Dan strik ik zo met mijn hand over de wethaarzetel van mij. En dan voel ik dat de ganse dag. Het is wie meisjeslippen zo. Zo zeg. Oh. Ja, maar ik heb het gedaan, hè. Ik heb gezag. Goed, als scheer het wilt, ben ik vanaf nu wethaaier af. Regel het maar. Kom maar met de aanklacht. Maar ik veeg ik van de tafel. En daarna kom ik terug. Want deze stoel, die is van mij. Mijn kies met pleasure bekleed.
van Rij Wuurt in de opera gespeeld. Er zit ook een theatermonoloog aan verbonden. Door een meetje, door Suzanne Segers. Hoe zit de vrouw in Jos van Rij? Dus ik vind dat schep al genoeg afstand. Dat schep. Sowieso, de geest nog een opera, dus de wet zal dat ze niet nog documentaire geest kieken, u wil zien leven. Ik vind dat de afstand er al vanaf het begin heel duidelijk in zit. En ik denk dat het vooral alleen maar veel en veel spannender maakt. Ja goed, we hebben het gekozen, Fan en ik, dat we het samen de zang invullen. Dus we hebben ook veel verschillende karakters erin. Kijk, het ene moment, dan als ik naar je zing, ben ik de officier van justitie. Terwijl ik in het andere moment eigenlijk ook weer degene ben die Jos van Rij moet inproosten. Van, kom op, dan ga ik niet bij de pakken neerzitten. Het is één groot drama voor Muun, voor Nederland, de politiek, voor hemzelf, voor de mensen om hem heen. Wat hebben die betekend voor dit proces? Hebben die hem afgeremd? Hebben die hem gestimuleerd erin? Dat is wel iets wat ze mee kent, als ze er een verhoor van gaan maken. Er zijn zoveel linkjes die overal herdwarrelen. Ja, dat is één groot drama, ja. Oh.
vind je in de afgelopen 20 jaar dat zo eerlijk, transparant en duidelijk geweest is? En zeg... Dit was eigenlijk de eerste repetitie dat iedereen bij elkaar was en ook dat Suzanne erbij was. Dus het ensemble heeft nu voor het eerst alle spreekteksten al gehuurd. Veel moeten natuurlijk met een ensemble goed repeteren dat het muzikaal allemaal onderein staat. Dus het wordt een soort zietsprobe. Allemaal even weten wat we gaan doen, de neuzen dezelfde kant doet. Geval van Jos van Rij. Ik zet de handtekening wel op het gips. Dat is leuk. Maar dit is een prachtige plek, dit. Ja. Zing nog eens. Jos van Rij, het is voorbij, het geiloos no. Dag en dag opgevacht, maar ik wet no. De bedoeling van ons was met name een verhaal niet Emus de Buun op te laten komen, die ineens dan duidelijk Jos van Rij moet zien. En nou, als ze mijn postuur bekijkt en Jugo door mijn kop kijkt, dan wordt dat nu de Jos van Rij. Ja. Voor de vet. Nou, dat kan wel goed. Deze toos is op alle mensen remende neer die mij steunen mag. Laat mij maar weten wat ze nog wensen. Ik zal zorgen voor de wens van ook. Welkom, het is verkiezingsdag. Kan de stemmen door, het is nog niet te laat. En volmacht, mijn help ons, doe het eens een dag. Deze dag duurt eindelijk maar te tellen het resultaat. Catastrofe voor VVD. Eigen schuld en een dikke belt. En weggejaagd ben ik nu wintelijk vrij. De wezendruim werd vandaag vervuild. Daaraan en lach maar daaraan, daaraan toch. Toch kon ik door, dus vaak maar. Toch kon ik door, toch kon ik door. Door journalisten afgebrand, stond ik op de dans. Over alles tegenstand, toch kon ik door, want niemand luist de krant. De politiek is rot. Ik heb niks fout gedaan. Zeun is niet een vraag, want dit geduld is een complot. Iedereen moet mij hebben. Ze zien jaloers op mij, ze op mijn dikke paard. En wie pakt een jasje, schrijven de volgen. Zelfs het OM, dat zit achter mij aan. Steken, ze onze op mijn baan, die wiek zo zulke bloot. En ik ben niet, en ik ontsleken. Ik had moed dat tegenaan, daaraan, en lach maar daaraan, daaraan toch. Toch kon ik door, dus vaak maar. Toch kon ik door, toch kon ik door. Door journalisten afgebrand.
kon ik op de das. Over alles tegenstand, toch kon ik door. Van hemel sluwe stekerrand. Hans Pollitsch is een man die een heel goed verhaal kan schrijven. Dat heeft al bewezen, in een boek geschreven. Ik ken hem natuurlijk ook vanuit de Veluwse cultuur, waarin hij inmiddels al 2 revues geschreven heeft. Dat is gewoon een ongelooflijke creatieve duizendpoort. Het was niet alleen het verhaal, het was ook de teksten. En als ze op een hele intellectuele manier ummerschoon met de prachtige parels die door grote componisten zien noorgeloten. Dan heb ze kundige mensen nodig. En ik zal, en daar doe ik echt geen andere mensen tekort mee. En als ze er wel zien, dan is het onbewust. Maar ik zal echt niet meer anders weten dan Frans Pollitsch die dit zo kent. Schijt toch uit, die flauwekul. Net hebben de joeks, je moet eens af en toe lezen wat u schrijft. Waarvan ik denk... Ik dacht dat er alleen die vis in deed. Die maar, jongens. De meest mooie leefde die erin zit misschien wel, is de leefde tussen 2 mannen. En dat is de leefde tussen Jos en Piet van Pol. Ja, dat is dan ook een Frans dat er door iets briljants mee gedaan werd. Dus hebben we de aria bij Menno wel je liebe fühle, Mozart. Ja, nou, en dan dat gaat over die prachtige leefde tussen mannen en vrouwen. En dat gaat nu over de leefde tussen 2 mannen. De mannen leefden, des het schoene, ik kan prima zonder seks bestaan. Oh,
alleen maar te zorgen dat het verstoombaar is. Want een bescheid nu nog een opera in het dialect zit. Ja, maar ik wil het kunnen verstoren, dat is mijn taal. Ja, dat is natuurlijk al een groot probleem. Dus die articulatie moet zo ontzettend duidelijk zien. Ja, dat maakt het al 10 keer moeilijker. Toen de wolven kwamen. Maar dan moet ik me ontzettend veel inspannen om het verstaanbaar te maken. Als ze bijvoorbeeld de opening pakt van La Ciudad Rim, La Mano. Dan vult ze meteen als het eerste dialect. Dat is gewoon anders. Misschien bij La Ciudad Rim, La Mano. En dan kreeg ze in het dialectische... Vrief in die hand, Ricardo. Dat klinkt misschien hopelijk dadelijk voor alle mensen van... Oh, dat is zelf. Maar het is echt een zoektocht om dat in dezelfde stroom te krijgen. In de hoge regionen maak ik me er minder druk om. Omdat het... Ja, dan gaat het gewoon om de mooie lijn, de mooie melodie. Kunnen jullie even in het beuks gelezen wat ik toch gezongen heb? Dus daar wil ik ook niet van de mooiheid van de klank afstand doen... om maar beter verstaanbaar te zijn. Maar nogmaals, zo tof om te mogen doen. Ah, het is echt fantastisch. Mijn advocaten zeggen dat het niet lang meer kan duren. Dat ze nu echt met geld moeten komen. Maar ik ga er van onderdoor. Ik zeg het eerlijk, dat wachten... Dat wachten en het niet weten tegen wie ze moest vechten, hè? Die willen mij alles in de schoen schuiven. Als Michel gaat te verwieten veld, hè? En ik zeg nadrukkelijk als. Want als Michel gaat te verwieten veld, dan het heel de gemeente rood botter op de kop. En alle wethijers, hè? Die wisten het ook. Die woeren daarbij. Ja, behalve dinges, hè? Ja. Ik noem geen namen, het noem niet. Maar Dinges staat ook wel bekend als de plassende wethaaier. In dat boek van die krantencommunisten, dat schandalige pamflet. Weet je wat hij deed? Hè? Dat is zo in de test, collega wethaaier. Iedere keer als er het niet met mij eens voor en niet de discussie met mij aan wil gaan, ging de... No, de play. Ja, dan wachtte er. Toen mijn voorstel in stem wordt gebracht. Afgehinderd door. Dus aangenomen, want zo ging dat natuurlijk altijd met mijn voorstel, hè. En dan kwam er weer terug, hè. Handjes gewassen, Fries ontmoeteren. En dan ging hij zich weer zitten. Totdat het volgende punt aan de orde kwam. Moeder het niet met eens woord. En dan ging er weer naar de wc. Jarenlang. Ja. De wethaaier van Pijs en Vree noemt van Toes ook wel eens, hè. Of de wethaaier van Pijs en Plee. Ja. Hier waren de people, maar er heet een gans hoofdstuk in dit boek. Hij er niet verdient, hè. Hij er niet verdient. Want hij tegen gas moeten geven. Voor de stad. Maar hij zal toch voor zichzelf. Sie uns ob sie ins Triebe stellen.
het zijn van de hamertik. Oh, ik ben uitgeblazen, uitgeblazen. Ik ben hem in die 15 jaar dat ik bij L1 werk al dat als journalist tegengekomen. En het eerste woord dat in me opkomt is gedrevenheid. Is ook passie voor zijn baan en voor zijn stad. Ik geloof dat dat wel oprecht is. Maar de andere kant van die medaille is dat heel moeilijk tegen kritiek kent. Weet je wat Van Gaal en Wilders ook hebben. Ze mogen de hele wereld wat verwieten, maar als iemand wat u voor uur zit, dan scheten ze niet alleen in de verdediging, maar dan weer ze kwaad. En ook deze zwarte kant heeft als positief effect dat ze extra gedreven is en extra geert die een punt wil maken. Maar het heeft ook dat rode rijntje van een beetje dat verongelijkte. Dat zit er ook wel een beetje in. In dit land kan de Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie, doen en laten wat ze willen. Bedriegen, bedonderen, vervalsen. Ik heb zo'n stapel de afgelopen anderhalf jaar verzameld erover. Geen hond die daarnaar kraait. Ik denk dat wraak hem drief. Dat de lever die wraak heeft op de mensen die hem nu dwars hebben gezeten, als dat uiteindelijk gelijk kreeg. Dat idee heb ik er altijd achter. En nogmaals, dat is niet gebaseerd op het feit dat ik hem zo goed ken, maar het is gewoon mijn beeld wat ik kreeg als ik hem op televisie bezig zie en nu. Ja, maar als ik kom, dan gaat hier allemaal met. Die wethaaiers die het wisten. Oh, die vriend die dat woord niet meer zien. Die ambtenaren die zwegen. Oh, en dan die humorloze journalisten. Maar die lafaards, die aanzetters. Oh, en dan die politici die mij niet meer kennen. Oh, maar die ik reclame zullen hebben zorgen. Die ik een plusje heb gelezen. Die ik prijzen heb bezorgd. Als ik val, valt geen oog. Want een vis in een krant is nog niets vergeleken bij mijn verhaal in de krant. Mijn verhaal over ik. Dus, meneer de rechter, ik wreek de waarheid. Oh,
Dus we hebben allemaal wel eens fout gedaan. Het gaat alleen. Wie poetsen het op, hè? Wie maakt ze het weer schoon? Wie geeft ze daarmee om? En dat is misschien eigenlijk wat hem geeft. Ik hoop wel dat ze met vroegere hoes gewoon. En dat ze met andere vroegere hoes gewoon. Dat is natuurlijk tof zien. Als ze met andere vroegere hoes gewoon. Als de vroegere mensen gekomen zijn. Dat is misschien te hoog gedacht, maar dat zullen de ambitie zien van deze voorstelling. Nou ja, als je naar de televisie kijkt, naar bijvoorbeeld House of Cards, dan staat er maar op het einde dit, als u zich herkent in het verhaal, het is allemaal niet gebaseerd op ware feiten. Het is een opera. We kijken wel tegen Jos van Rij aan, maar we kijken niet in Jos van Rij. En ik ben er ook van overtuigd dat Jos dat diepste stukje van hemzelf nooit bloed zou geven. En dat is natuurlijk ook het feit dat het... Het is ook een acteur, hè. Politici zien ook maar acteurs. Thank you.